Hallo dames en heren, welkom bij No Limits aflevering 29. En we gaan vandaag weer 3 achtbanen beoordelen. We gaan gewoon gelijk beginnen. Jullie weten dat er nog maar 1 aflevering komt hierna. En dan gaan we met de tutorials verder. We gaan deze aflevering de Octane bestrijden. Ja, bereiden en beoordelen. De Wicked Twister en de Wiener Looping. Maar we gaan beginnen met de Octane. Met de Octane. Het is een moet ik zijn high, ja, het is geen high poster, maar waar staat zo'n achtbaan? Weet ik niet. Dit soort achtbanen staan. Europa Park staat ook zo eentje, maar dan zit je met 4 langs elkaar. Dit is 2-2. Oké, we gaan de ketting op jongens en dat gaan we toch wel doorspoelen, want het is een best hoge optakeling. Jullie kennen natuurlijk nog altijd het regeltje, 300 abonnees voor het einde van het jaar is livestream 12 uur lang. We hebben hier een heel mooi uitzicht over de hele baan, we gaan daar zelfs door het water. Daar gaan we jongens, we gaan droppen met, ik wil iets achterleggen op mijn headset, 100 km per uur, we krijgen wat remmetjes tussenin. Moet wel, ik zeg wat te snel. We gaan door een tunnel, we komen er een nieuw gedeelte uit. We houden de speed erin. Super. Goeie groeiende achtbaan. Dit is geen achtbaan met looping, dit is gewoon een achtbaan snelheid. Ik heb ook echt aan de omgeving gedacht. Heel erg. Octane. Mooie grote spiraal gaan we nu in. Heel grote spiraal. Dan gaan we dadelijk weer naar onder, heb ik de indruk. Eerst met remmetjes. En dan gaan we weer door een tunneltje heen, de andere kant nu. Maar we hebben een klein beetje omhoog. We gaan nu splashen. Gesplashed, voilà. We zien het nog een beetje. We maken nog een eind. Ja, zo'n up en down op een bunny hopje. En we gaan alweer remmen. Dit was het alweer jongens. De Octane. Super vloeiende achtbaan. Heel, ik heb er niks om aan te merken. Hij heeft aan de omgeving gedacht, hij heeft verschillende bomen gebruikt. Hij heeft zelfs hier helemaal met water rondom gebouwd. En de omgeving zag er heel mooi uit. Echt mijn complimentjes ook hier. Dit wil ik eigenlijk wel eens zien, dit stukje. Ik ga meer even snel zo doordraaien. Want ik wil dat splash stukje zien. Dat wil ik eigenlijk wel heel graag zien, dat splash stukje. Dat is altijd wel verder om op beeld te leggen, dat splash stuk. Dus ik weet, in real life zijn er denk ik niet veel achtbanen die zo'n splash hebben. Ik denk dat de enige achtbaan die ik ken die dit heeft, is Kraken. Ik ben nog nooit in geweest, maar Kraken heeft zo'n splash ding. En daar komt het karretje, dus we gaan hem zien jongens. Hij gaat splashen. En uiteraard, Kraken is wel ook geen dive coaster. Is een dive coaster. En niet zo, je ziet hier zelfs ook de dingen in zitten. Over het algemeen heb ik hier niks op aan te merken. Het is net al een eerlijk geslaagde achtbaan in mijn ogen. We gaan verder met de tweede. En dat is de Wicked Twister. En hij is al geladen jongens. Het gaat snel. De Wicked Twister is een shuttle coaster. Speed erbij. Oh, ik krijg hem niet. Een shuttle coaster. Zo hebben we er al een aantal gehad. Deze hebben we al eens gehad. Zo eentje hebben we al gehad. We gaan er achteruit door het station. Shuttle coaster. Het zijn korte achtbanen. Waar staat een shuttle coaster kort bij? Bij de Holland denk ik. Heb ik het ooit gedaan in het echt? Nee. Nooit heb ik een shuttle coaster gedaan. Ik weet ook niet precies waar eentje staan moet. Dit is ook een andere shuttle coaster, want die heeft hier ook nog een bovenste koppel. En die voren die we gehad hebben, die had maar aan de ene kant dit kronkeltje en aan de andere kant op die een rechtstuk. Dus hij is alweer klaar. De Wicked Twister. Geslagen dag, maar toch in mijn ogen. Maar uiteraard, Octane kan hier niet tegen op. Ik vind Octane nog altijd de beste. Omdat de, ja, Octane is nog altijd de beste. In mijn ogen. Hoe werkt zo'n coaster? Misschien willen de mensen dat wel eventjes weten.
Hij vertrekt dus met een normale snelheid hier door dit afschietmechanisme omhoog. Dan gaat hij terug, dan krijg je hier ook al boost door. En dan wordt hij in het station, met de remmen van het station worden dan eigenlijk omgezet naar afschieting. Wordt hij nog eens versneld. En dan gaat hij weer door het station wordt hij nog eens versneld. En dan heeft hij de maximum speed en dan gaat hij terug en dan zijn het terug remmen aan het worden. Zo werkt een shuttlecoaster. Heb ik al ooit eens gedaan, heb ik dus net gezegd nee. Zou ik er eentje willen doen, uiteraard. Hij gaat onmiddellijk al weer trekken. Kijk, hier wordt dus op dat stukje wordt hij dus afgeschoten. En ja, in vergelijking met de eerste, wint de eerste voorlopig nog altijd. Maar de Wiener Looping kan hier tegen opgaan. Gaat Wiener Looping op tijd overheersen? Ja of nee, we zien het zo dadelijk. Wiener Looping, dames en heren. Dit is met Duits, Wiener is Duits. En wat is dit? We gaan achteruit vertrekken. Oké, dit is heel apart. Dit is dan, als we nu loslaten, is dit volgens mij ook een shuttlecoaster. Volgens mij is dit gewoon ook een... Ja jongens, we krijgen een tweede shuttlecoaster. Dit is dus een ander soort, dit is ook een heel aparte baan moet ik zeggen. Met een looping over het station heen. Ja, we gaan weer omhoog. En dan laat die ons weer los, gaan we achteruit terug. Achteruit door de looping. Twee shuttlecoasters tegen een compleet gedimensioneerde afachtbaan. Ja, het is wel duidelijk, uiteraard, dat de Octane deze aflevering wint. Ik vind het trouwens heel apart gemaakt. Want dan heb ik het vooral over die schijfremmen. Want dit komt toch niet uit. Kijk hoe dit uitziet. Ik vind het ook heel onveilig dat er geen hekjes zijn en zo. Dus in de eerste plaats was het misschien wel wat beter geweest als er wat, niet dat het een slechte achtbaan is, ik vind het een heel leuke achtbaan, maar een beetje minder. Nu op zich is het wel een goede achtbaan. Dit is niet te vergelijken met de vorige shuttlecoaster was een hangende achtbaan en dit is dan weer een dingen achtbaan, een looping coaster. En ik vind het wel een heel mooie constructie wel opgemaakt. Custom constructie, ik zie wel dat die hier niet raakt. Dat is misschien maar een momentpuntje. Maar daar hoef ik niet naar te kijken. No Limits kan perfect een achtbaan aan zonder ondersteuning. Hetzelfde een rollercoaster. Maar jongens, overduidelijk tot Octane aflevering 29 wint. Op de tweede plaats ga ik dan toch de Wiener Looping zetten. Wordt wel een leuke. En dan de Wicked Twister, omdat we toch al meerdere keren zo een coaster gaan hebben. Staat hier naast laatste plaats. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar de aflevering. Vond je dit leuk? Blauw duimpje omhoog. En ik zie jullie graag de volgende keer weer terug bij een nieuwe video. En dat zal waarschijnlijk maandag zijn. Nee, zondag bij Agar, jongens. Zondag komt de nieuwe Agar online. En maandag gaan we dit grap doen, jongens. Er is iets gebeurd in deze grap. Dat ga ik pas uitleggen maandag. Dat moet jullie dus maar zelf gaan uitzoeken. Ook, als jullie het nog weten. Of wachten. Zie je. Nou, fijne avond. En tot de volgende keer. Later.